Ja, goedemorgen mensen. We zijn onderweg naar de sportschool. Gaan weer even vol gas knallen. Jongen, jongen, wat een dagen. Gisteren nog even aan de telefoon gangen met de verzekeringsmaatschappij. Ik heb gewoon even heel duidelijk gemaakt aan die mensen, zonder verdere discussie, dat ik het niet normaal vind dat hun nu op de stoel gaan zitten van, toch de uitvoerende macht, hè. Ik bedoel, jullie zijn geen politieagenten en dat ze op basis van een filmpje dan mij eruit gooien uit de verzekering, prima. Ik denk niet dat we helemaal lekker bezig zijn dan in dit land. Als verzekeringsmaatschappij nu ook al voor politieagentje gaan spelen. Maar goed, dat is mijn mening. Verder, ik krijg natuurlijk veel vragen, hè, van mensen. Hoe kan het dat zo gek als jij toch best succesvol is in sommige dingen? Hè? Ja, nou, ik zal het eens uitleggen, mensen. Alles wat ik doe, vind ik leuk. Als ik aan zo'n knul vraag, wat wil jij worden? Zegt hij, rijk. Ja? Rijk. Hoe kun je rijk worden? Ja? Rijk word je door iets te doen wat je leuk vindt en wat productief is. Dus als jij iets productiefs doet, wat leuk is, kun je rijk worden, ja? Maar je moet het wel leuk vinden, anders word je het nooit. Ja, en je zult er ook achter komen dat rijkdom niet in geld zit of in spullen, maar rijkdom zit in wat je doet en met wie je het doet. Mensen, verder wil ik één ding nog kwijt deze ochtend. En dat is dat alles kapot kan, behalve ik.